Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en vraag je weer met 60 Seconds. Deze aflevering ga ik dus weer proberen om Mary Jane als een mutant te proberen te maken. Ik denk niet dat het helemaal goed gaat zoals de vorige keer. Nou ja, ik hoop dat het maar beter gaat. Want die cockroaches die laat ik niet meer zitten deze keer. Dat was gewoon een hele domme fout. Dat had ik eigenlijk al van tevoren in moeten zien, maar dat denk ik dus niet. Eens zien. We hebben geen Boy Scout boek. We hebben wel geen voor de dinges. En we hebben ook een rifle om de cockroaches in ieder geval kapot te maken. Jammer dat we geen Boy Scout boek houden, hebben. Maar hey, dat moet toch goed zijn. Oh, we hebben ook geen medkit. Dat is niet helemaal goed. Maar hey. Oké, de eerste paar dagen is er nog natuurlijk niet heel wat. Oh, we hebben ook niet hier de blade ding. Nou ja. Ja, Mary Jane, laten we jou maar even naar buiten gaan. Laten gaan, ding. Sales message voor canned tomatensoep. Ja, wauw. Laten we het geweer maar gebruiken. Tegen die verdomde rat. Nou, rat is dood. Whatever it was, it's dead now. Quite dead. Maybe there are more hiding somewhere in one of those nasty little horrors. Maybe. Plop, hier geen water. Niks over radio, de contamination is nog steeds er. Dus we gaan nog niet naar buiten. Oké, Dolores krijgt alvast wat te eten. Ja, laten we dat maar doen. De kans is dat iemand ziek wordt, maar hey, dat is niet mijn probleem. Eigenlijk wel, maar hey. Oh, ik kan met soep. Timmy is hungry. En Ted is ook wel hungry, oké. Timmy. Teddy. Nee. Ik heb hierover gelezen. En claiming they take from the rich and give to the poor. Dus ze willen van mij gaan stelen om naar de armen te geven. Nee, die laat ik niet naar binnen. Dat is heel erg logisch. Mary Jane could use a little food. Nog een paar dagen wachten, denk ik. Ja, nog één dag. Oké, de government. Oké, de government is not fallen. Bam. 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 Oké, nu moeten we weten of de radioactiviteit buiten weg is. Ja, the fallout outside has mostly gone. Top! Oké, ik moet Mary Jane in ieder geval hier binnen houden, dus die laat ik helemaal niet buiten gaan. Want het evenement met die spin of zo, iets in die richting, moet natuurlijk nog terugkomen. Oké, Dolores krijgt wat eten. En dan kunnen we haar beter misschien gelijk naar buiten sturen. Bye.
Oké, iedereen wat eten. Nee, gaan we niet doen. I disagree with that lotion. What if it is some sort of complicated booby trap? Yep, precies. Snap je dat die deur hadden? Ik ga je moeder vinden. Nee. Ik heb mijn ammo zelf nodig, jongen. You little bitch. Ik had het beter gewoon die checkers kunnen geven. Had ik beter kunnen doen. Ja, ik heb die trap daarvoor. Als ik nou een medkit heb. Oké. You need to get that gift thing. Wat is dat? Nee. Dan gaat het weer over die kat. Dat mouwding. Nou, ze heeft volgens mij niet veel meegenomen, alleen maar water. En misschien soep. Peter Lofs mag eten en drinken. Oh nee, drinken geven we morgen wel. Oké. Oké, iedereen eten en drinken. Top. Timmy. Och, de ouders die hebben weer gewoon natuurlijk. Oké, top. Die kunnen we... Oh, als ik die ammo nog had. Een Boy Scout boek, die doen we gewoon. De suitcase die hebben we niet heel erg nodig nu. Oh, laat er iets vallen. Oh, de doggo. Oeh, dan moeten we wel de midkit hebben. Later. Dan moeten we voor twee situaties moeten we dat gebruiken. Wauw. Geef haar een Boy Scout boek. Kijken wat ze ermee doet. Ah, ze zit er in ieder geval prima weer uit. Dus waar blijft Timmy dan? Komt hij nu terug? Yay! Steeds geen medkit. What the fuck is het met jullie met medkits vinden? Oké, Mary Jane en Timmy krijgen te eten. Oké, en dan kan Dolores dat ik wel weer hebben.
Nee, ik hou niet van die kat. Die kat mag opbokken. Timmy, Dolores en Ted, die moesten het eten. Laat ik haar maar even wat te drinken geven, zodat we even naar buiten kan. Bam. Oké, Timmy krijgt nog wat te eten. Hey, het is pancake. Toch? Ja, pancake. Ik denk niet dat dat een goed idee is. Weet je wat? We houden de gun. We hebben gewoon nog nodig. Oké, iedereen wacht wat te drinken. Nee. Laten we dat wachten niet doen. Aren't they any drugs you could give Mary Jane? Ah, nee. Nee, maar dat zou heel handig zijn. Als dat dus op was. Nog steeds... Hé, we hebben wel de suitcase back, maar hé, waar... Mary Jane is quite hungry. Okay, Mary Jane en Dolores. Ted, ga jij maar even naar buiten. Je bent volgens mij nog niet naar buiten geweest. Dolores wil nog wat eten. Gebeurt al uit volgens mij. Timmy, let's go. Hopelijk is het er een medkit. Zal wel heel anders zijn. Nee, het is geen medkit. Vaak. Ja, laten we gewoon de map gebruiken. Soep? What the fuck? Holy Jesus. Oké, iedereen moet drinken. Laten we Tepa even erbij te doen. We hebben geen medicijn. Als we de boskrootboek en de bugspray kunnen gebruiken, dan wel, misschien, maar. Ja, laten we gewoon het kaarten gaan kloten. Doe stukken!
Nope. Die kat mag je in die tas houden. En daar gaat Mary Jane. Nou, Dolores of Mary Jane is dood. Again? Die Gundy heeft ons nog wel heel wat geholpen in deze week. Van de 32e tot de 40e. 39, wat dan ook. Timmy, Dolores wil wat eten. En daar gaat Pancake. Oké, Dolores kan naar buiten. Nee. Timmy is hungry en Ted is hungry. Ted moet nog wat eten hebben. Top. Ja. Oh. The fuck? Nou, joepie, dat gaat heel erg goed hier. Hey, daar ben ik. Waar blijft de oren staan? Thanks. Dat komt een beetje laat mee. Laten we Timmy maar even naar buiten gaan. En Dolores komt niet terug. Nee. Oké, behalve ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. De volgende aflevering ga gewoon hier even verder. Want ik vind deze... Of ja, we hebben nu nog best wel een goede voorraad aan eten en drinken. Dus heel fijn. Je kunt het ook vonden. Geef een lekker vaak al. En dan zien we volgende keer weer. Later.